Goedenavond, welkom. Ik heb een paar nieuwe sheets, zoals u gaat zien. En daar ga ik u meer over vertellen. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben in 2016 gestart. En ik steun inmiddels voor het 8e jaar Jedinski Stringtechnologie. En vanaf juni 2020 ben ik ook spreker voor Nederland. En daar ga ik de nieuwe technologie uitleggen. Ik ben inmiddels topexpert. En ik ben een van de communicatiepersonen van de mensen die eigenlijk meer waar mensen vragen aan kunnen stellen en we proberen oplossingen te vinden. Sorry. We ondersteunen Jedinski Stringtechnologie. U ziet hier het logo, schuin achterover van Jedinski. En Jedinski is een internationaal ingenieursbureau dat zich bezighoudt met het ontwerpen, bouwen en certificeren van hoge snelheid stads- en goederentransportsystemen. En dan hebben we rechts Skyward Community. En dat is een inderdaad internationaal durfkapitaalplatform dat investeringen in Jedinski Stringtechnologie aantrekt. Aandelen worden geformaliseerd via een converteerbare leningsregeling. Kort gezegd is een converteerbare lening een lening die omgezet kan worden naar aandelen in een bedrijf. Als je dan kijkt, het is in drie onderdelen opgesplitst. Jedinski Stringtechnologie. Dat is voor de transportoplossingen en infrastructuurcomplexen. Dan heb je het Ecotechnopark. Dat is een centrum voor praktische implementatie en demonstratie van Jedinski Stringtechnologieën in de noordelijke versie. En dan heb je U-Sky. En dat is voor de zuidelijke warmere klimaat. En dat voert de functies uit voor de R&D-activiteiten. En in tropische omstandigheden. Nu zijn er verschillende richtingen waarin ze dingen aan het ontwikkelen zijn en het ontwerpen. En wij gaan naar het transport, rechtsonder. Je hebt bovenin de landbouw, je hebt ook nog de bio-industrie en lineaire steden. Dat wordt ook allemaal ontwikkeld, maar dat is te veel om nu allemaal uit te leggen. Dus ik ga over het transport verder. We hebben ook nieuwe kleuren die we gaan gebruiken. Nou is blauw gebruiken zoveel mogelijk voor de financiële en investeringskant. Violet gebruiken voor de educatieve, voor trainingen. En groen is voor de sociale kant. Dan kom je in de loop van de tijd nog wel achter. Men is ook nog bezig om veel te ontwikkelen. Maar waar gaat het om? Wereldwijd is er een groot milieuprobleem. Dat weten we allemaal. En er moeten oplossingen voor gevonden worden. En men zal rekening mee moeten houden met het milieu. We hebben het in ons land ook al gemerkt. En de heer Anatoly Jedinski heeft dit jaren geleden al gezien. En via zijn bedrijf Jedinski Stringtechnologie werkt hij al meer dan 40 jaar aan een oplossing. Maar wat doet hij dan? Nou, hij zorgt voor een nieuw soort vervoer. Heeft hij ontwikkeld, zelf uitgedacht. En hier ziet u links het plaatje. Het zijn verschillende modellen. Even hoesten, sorry. Onderin zie je een wagon en die kan tot 150 km per uur. En bovenin is de U-Flash en die kan een snelheid halen boven de 500 km per uur. Die is nog in ontwikkeling. De onderste is al gecertificeerd, goedgekeurd. Daar is men mee bezig om te verkopen. De bovenste, daar is men nog in de ontwikkeling aan het werken. Dit is Anatoly Jedinski. Hij is wetenschapper, investeerder ook, auteur. Van meer dan 200 wetenschappelijke publicaties en monografieën ook. Uitvindingen heeft hij gedaan op het gebied van constructies, transport, werktuigbouwkunde, elektronica en ook in de chemische industrie. En hij is algemeen ontwerper van Jedinski Stringtechnologie. Hij is het brein hierachter. Dit is een nieuwe manier van vervoer. De voordelen van dit vervoer zijn heel erg groot. Het is vooral ook kostenefficiënt. Ook geeft het veel minder ruimte heeft het nodig. En de vegetatie op de grond kan goed groeien. En dieren kunnen daar leven. Het is gewoon veel en veel milieuvriendelijker. Dit zijn de transportmodellen voor passagiersvervoer. En middenin komt zometeen ook voor de industrie containervervoer. Het zijn verschillende modellen, zoals je ziet. Het wordt ontwikkeld voor de vraag van een land of van een groot bedrijf. Nou zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat bestaat al lang. Ik heb het al ergens gezien. Nou, dat klopt. In Duitsland en ook in China hebben ze het. Maar dat zijn trams met aan de bovenkant wielen, maar die stoten nog evenveel milieuschadelijke stof uit. En dat is wat Anatoly Jedinski heeft ontwikkeld. Die is dat niet. Daar is het een techniek die zijn eigen energie opwekt. Daar ga je straks meer van horen.
Maar ook de kabelbaan, die stoot dus geen slechte stoffen uit, minder tenminste. De motor wel, maar het is een kabel. En de wagon wordt aan een kabel voortgetrokken. Die kan nooit hoge snelheden halen. En dat gaat ook altijd maar over een aantal kilometers. Je ziet dat in de sneeuwgebieden. Als we een voorbeeld geven van bouwen. Normaal, op de traditionele manier, dan wordt er een grondoppervlak van A naar B geëgaliseerd. Dan wil dat zeggen dat de dieren die er wonen, die moeten gaan verhuizen. Als je met Junitsky stringtechnologie gaat bouwen, dan wordt er op het tweede niveau wordt er een wegbedding aangelegd. Zware grondwerk hoeft niet gedaan te worden, dieren hoeven niet te verhuizen en alles in de ecologie blijft intact. Die pilaren worden geplaatst, er wordt een kabel overheen getrokken en aan het einde worden die bevestigd in een eindstation. En zo'n eindstation moet je zien als in het klein bij een gitaar. Dan heb je ook van die draden die strak getrokken kunnen worden. Dat is in het klein. En hier gaat het in het gigantisch zwaar en groot. Maar daar heb ik straks ook nog foto's van. Als je zo'n kabel omhult met een ijzeren omhulsel, dan krijg je een unieke stijve spoorconstructie. Dus er zijn twee verschillende manieren die ontwikkeld zijn. De doorhangende flexibele spoorconstructie en de stijve. En dan is er ook nog, als je dan de stijve spoorconstructie de wagons in stukjes maakt, dus kleinere wagons, dan is ook wordt de druk verdeeld die op zo'n spoorconstructie zitten. En dat scheelt natuurlijk ook weer heel veel. Men kan zelfrijdende voertuigen laten rijden op een gegeven moment vanaf elke 10 seconden. De wielen die je ziet, die zijn staal op staal wrijving. Er is dus geen rubber aan te pas gekomen van een rubberwiel, maar door de staal op staal wrijving wordt er minder energie verbruikt. En ze kunnen ook energie opwekken. En de voorgespannen draden, dat zie je rechts op het plaatje, dan zie je die stijve omhulsel, daar zitten de voorgespannen draden in. En die stijve omhulsel, de draden liggen daar in een polyameroplossing. En dat is gewoon dat het beschermd wordt tegen zware weersomstandigheden en tegen roestvorming. En er is ook nog een beveiliging voor ons sporingssysteem. In de oranje rondjes zie je dat de wielen, de bovenkant, die worden vastgehouden door de zijkant, de cirkels, die de wagon op de rails houden en waar hij absoluut niet vanaf kan. En het rechterplaatje onderin in het midden, dan zie je het hoe het in het echt is. Dat is gefotografeerd vanuit een gemaakte wagon, gebouwde wagon. Het energieverbruik kan veel minder ook nodig zijn. Want als je bij een auto kijkt, dan gaat aan de voorkant de wind goed overheen. Daaronderdoor hebben ze al tegenwerking. En achter krijg je een luchtwerveling. Achter de carrosserie van een auto. Dat beïnvloedt het gebruik van brandstof. Als je naar rechts bij de U-fles kijkt, in de windtunnel is die getest. En dan wordt de wind helemaal niet door een carrosserie achterkant eigenlijk beïnvloed, want hier heb je voor en achter een punt. En de wind komt er aan de voorkant mooi overheen, maar ook onderdoor. En die gaat achter weer vloeiend weg. Wat kan Anatoly Juninski hiermee bereiken? Nou, ten eerste een beter leefmilieu voor dieren. Maar ook gaat het transport zelf versneld worden, want er zijn geen files meer. Pallets kunnen door de lucht, die hoeven niet meer op de grond op het eerste niveau te rijden. Dus mensen die met de auto daar rijden, zullen niet zo snel in files staan. Files zijn makkelijker weg. Maar alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. Daar hebben ze het nu heel erg veel over, maar destijds, toen ik 40 jaar geleden begon, was het nog wel anders. Nou, we hebben ze ook opleidingscentra. Dat is wel nodig, want dit is een hele andere manier van werken en ook van ontwikkelen. En daarvoor worden studenten opgeleid op universiteiten. De universiteit staat ook in de Verenigde Arabische Emiraten, pal naast het park. En je ziet heel veel studenten regelmatig ook in dat ecohuis en op het terrein om daar te kijken. Hier rechts zie je ook op foto dat er ook weer studenten zijn die daar komen kijken en die krijgen daar lessen in. En er zijn er inmiddels al een aantal afgestudeerd. Er zijn drie verschillende spoorconstructies. Je hebt de bovenste, dat is de doorhangende enkele spoorstructuur. De middelste, dat is de stijve enkele spoorstructuur.
En de onderste, dat is de dubbele spoorstructuur. En linksonder zie je de stijve spoorstructuur. Daar is ook de polymeeroplossing, zie je heel goed. En rechts zie je de doorhangende spoorstructuur. Dat is een veel smallere, soepelere lijn. En daar zie je hoe klein dat die is. De bril die erop ligt is breder. Maar alvorens de markt te betreden, moet elk voertuig getest worden. Ze zijn allemaal aan testen onderhevig. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, een jaar lang. En als het allemaal goedgekeurd is, dan krijgen ze daar documenten voor. En welke tests moeten gedaan worden? Ze analyseren de stijfheid en de flexibiliteit van de spoorstructuur. Ook natuurlijk de belasting ervan, de temperatuurimpact ervan. En ze berekenen ook de krachten. Want het spanningbereik is natuurlijk heel erg belangrijk. En dat is voor koud klimaat getest en voor warm klimaat. Dit zijn een aantal patenten, certificaten en onderscheidingen. Vooral patenten zijn natuurlijk belangrijk. Hebben ze het alleen recht een heel aantal jaren om het alleen zelf te ontwikkelen en mag de concurrentie niet namaken. Hier zie je, het zijn nog geen 1/10 van de documenten, maar vooral wat belangrijk is, linksonder, daar is een certificaat dat hij een van de in het programma heeft gezeten voor VN-programma voor duurzame ontwikkeling. En rechts, dat is nog een belangrijkere, die is afgegeven in Brussel op 16 februari 2018 al. En daar was hij lid geworden van een grote internationale organisatie, de UITP. En dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en ook onderzoekorganisaties uit meer dan 96 landen. Nou, heel knap dat hij daar toegevoegd is en erbij is om daarmee op onderzoek te doen. Dus de mensen of de landen die tegenhouden om te zeggen van dat het bedrijf niet klopt. Nou, die ziet hier, ze gaan echt, zo'n UITP, die gaat een bedrijf echt niet toelaten als ze weten dat het niet goed is, want dan hebben ze echt wel eerst helemaal onderzocht. En mensen zijn mensen die zeggen, ja, maar hoe werkt dat dan? Jullie zeggen het zo eenvoudig, maar hoe doe je het dan? Nou, mensen die technisch zijn, daar is een speciale site voor. Dan kunnen ze een hartje ophalen aan al deze berekeningen. Maar wij hebben meer aan de uitleg hoe ze het schrijven, wat er gedaan wordt. En er is een andere site voor waar je kunt gaan kijken. Op het eind laat ik ze nog een keer allemaal zien. Dit zijn de modellen die ontwikkeld zijn. Links zijn de allereerste modellen, die kunnen allemaal een snelheid halen tot 150 km per uur. Rechtsboven zie je de Uniflash. Die kan tot meer dan 500 km per uur. En daaronder zie je de Unilight. En ook dat blauwe model, wat de foto die je ervan ziet, heb ik gefotografeerd destijds in het park al. En daar hebben ze een afgeleide van gemaakt voor een ander land. En dat zijn de twee onderste. Die twee onderste die zijn speciaal gemaakt in opdracht van een land. En voor de industrie heb je verschillende modellen. De container wordt op dit moment getest. Hij is al gedeeltelijk goedgekeurd. En ik heb begrepen dat de groep die in België, dat die toch ook weer naar de klant toe gaat waar ze gesprekken mee hebben gehad. En dan heb je daaronder de transportband. En dat is heel interessant voor gevaarlijke berggebieden. Hier zie je de transportband, hoe die werkt. Heel mooi. Er zijn twee prioriteitsrichtingen. En dat is het personenvervoer en het containervervoer voor de industrie, transport. Dit is het kantoor. Linksboven zie je de mensen in het kantoor werken. Inmiddels zijn er al meer dan 1000 hooggekwalificeerde specialisten in dienst, waarvan 700 mensen die in de techniek werken en de andere mensen zijn de ondersteunende voor op kantoor. Dus de technische mensen, de ingenieurs en zo, dat zijn er ongeveer 700. Het zijn verschillende 80 afdelingen, zie je wel, en ontwerpbureaus. En zo zag het eruit toen ze in 2015 de grond kregen, een vervuild militair terrein. En dat gingen ze ontwikkelen en dat is in 2019 zag het er rechts al zo uit. Geweldig om te zien. Er is nu nog veel meer uitgebreid. Hierna heb ik een foto, hier kijk je naar de waterplas. Zometeen heb ik een foto dat je vanuit de waterplas terugkijkt naar dit park. En dan zie je bij de waterplas is er een bomenrij aan de linkerkant. En daarachter hebben ze een nieuw park ontwikkeld. En dat is dit. Onze foto zie je allemaal huisjes, ecohuisjes. En dat is voor mensen die daar willen gaan vissen. En die kunnen daar dan gaan vissen.
En er zitten ook ja, speciale vissen in die veel groter worden. Hoe de kwaliteit van het water is, er wordt heel veel werk mee gemaakt. Want Anatoly Janinski die vist zelf ook graag. Als je nou kijkt in het midden, ik weet niet of jullie mijn dingen kunnen zien, mijn muis. Maar in het midden van achter die huisjes zie je een klein driehoekje. Dat is het eindstation van de nieuwe lijn waar het eerste commerciële project op komt te staan. Even kijken dat ik het met de muis kan doen. Ja, hier. Zien jullie hier? Oh, hij komt niet. Oh ja, hier. Zie je dat? Daar komt het eerste station, eindstation, waar mensen dan naartoe kunnen. En ze komen dus. Kijk, daar heb je ook een pilaar. En daar heb je een pilaar. En dat gaat daar ginds naar het opstartstation aan de weg daar. Dus ja, mooi dat ik het even kan laten zien. Heel geweldig. Hier komt nog veel meer nieuws van in de komende weken, maanden. Maar dit is al mooi om te zien. Geweldig. Nou zeggen heel veel mensen, ja, maar daar hoog in de lucht, als er iets gebeurt en die wagon gaat niet verder, wat dan? Hoe moeten wij eruit? Levensgevaarlijk. Nee, dat is het niet. Er komt een andere wagon, want elke wagon heeft voor en achter, zoals je op het plaatje rechtsonder ziet, een soort koppeling. En die kunnen aangekoppeld worden en kan men de wagon naar de volgende halte rijden, volgende station rijden. Maar mocht dat helemaal niet gaan en er is iets anders aan de hand, in de cabine zitten ook altijd nog andere middelen om te ontsnappen, zoals een touwladder waar je mee zelf je eigen naar beneden kunt laten glijden. Maar dat zal niet nodig zijn, maar dat zijn dingen die toch nog extra als voorzorg erin zitten. Dan gaan we nu naar de Verenigde Arabische Emiraten. En dan gaat het vooral over Dubai en Sharjah. In Sharjah, hier is het testpark. En in Dubai, daar hoor je daar ook nog meer nieuws van. Want de sheiks van Dubai, die hebben op een beurs in april 2018 dit voor de eerste keer gezien. En ze vonden het geweldig. Er zijn meteen gesprekken geweest. En in september 2018 hebben ze al een contract ondertekend. Heeft Anatoly Janinski een stuk grond toegewezen gekregen waar hij mocht gaan bouwen. En hebben ze een handtekening gezet. En ze hebben ook heel veel geld gegeven. Daardoor hebben ze fase 11 helemaal over kunnen slaan. En je ziet hier rechtsonder de woestijn met die paar auto's erbij. En dan zie je een groepje mensen staan. En dat zijn de mensen die je op het middelste plaatje rechts ziet. Die hebben daar de allereerste keer de lint doorgeknipt voor de officiële opening. En vanaf toen is het heel snel gegaan. Er is heel veel tijd nodig om alles te berekenen, te ontwikkelen. Maar een jaar later hadden ze al de eerste lijn draaiende daar. En dat is deze lijn. Dan zie je achterin, het station is nog in aanbouw, maar de wagon die is al aan het testen. Want omdat er zo lang getest moet worden, en ze wilden gewoon heel snel testresultaten zien om te kijken wat er verbeterd moest worden of verder ontwikkeld. Dit is een lijn van 400 meter lang. Vanaf het station daarachter naar de eerste pilaar is 100 meter. Ertussenin is 200 meter en dan gaat het weer 100 meter naar het andere eindstation. Linksonder zie je ook op het plaatje dat de container wordt ook op deze lijn getest. Daarom hebben ze al heel veel data van deze container en weten ze al heel veel hoe ze verder mee moeten gaan werken. Verder is daar nog meer ontwikkeld, het ecohuis, het houten huis. Linksboven het eerste plaatje is het houten huis met de rotonde ervoor. In het midden, bovenin, is de aanleg van een nieuwe tuin. En daaronder zie je hoe hij er nu uitziet. Helemaal begroeid al. Of nu, een jaar geleden. Want nu is ook de muur erachter helemaal begroeid met groen. Rechtsboven zie je een groep mensen uit Vietnam. Die staan boven op het ecohuis te kijken naar de pilaren van de tweede lijn. Die wordt later na deze wordt daar de bekabeling in gelegd. Nu wordt de vierde lijn eerst bekabeld. Daar zijn ze nu mee bezig. Hier nog een aantal foto's. Rechtsonder het grote plaatje is de binnenkant in het station. Heel luxe om daar te mogen wachten om met de wagon mee te mogen rijden. Maar rechtsboven dat plaatje, daar zie je dat ze voor testlijn 4 zijn ze nu de bekabeling aan het maken. Hij moet ongeveer af zijn. Hij zou december, januari, zou die af zijn. We hebben nog geen foto's ervan. Dus het zal nog niet helemaal klaar zijn. Maar hier zie je een aantal foto's hoe ze het aan het bouwen zijn. En dan zie je telkens de vierkante pilaren.
telkens is de vierkante pilaren, de ronde pilaren, dat zie je op het onderste plaatje rechts, die zie je daar ook staan, die worden bekabeld na deze. Dus ze zijn hier nu deze aan het bekabelen. En dan zie je hier links en rechts zie je de bekabeling nog goed, ze dan het omhoog trekken zijn. En het middelste plaatje onderin, dan zie je vanuit een groot gebouw, kun je zo het park opkijken. En links zie je die vierkante pilaren, die zijn nu bekabeld. En de kabel gaat helemaal naar de plaats waar vanaf deze foto gemaakt is. Hier nog een aantal mooie foto's, geweldig om te zien. We kregen ze telkens, elke week kregen we wel een update van nieuwe foto's. En dan lijkt het allemaal op elkaar, maar toch zie je op een gegeven moment dat ze veel verder komen. En hier zie je rechtsboven het plaatje dat ze bij zo'n ijzeren omhulsel staan. En bovenin moet de bekabeling nog in dat ijzeren omhulsel komen straks. Hier nog een aantal foto's. En dan zie je dat ze de bekabeling rechtsonder in het omhulsel aan het doen zijn. Maar links, dan zie je dat de sheiks staan bij een manquette van de pijlwijzeraar van een traject. Je kunt het niet goed zien. Ik zal het volgende keer nog iets groter maken, want ik zie het best klein is nog. Maar dan zie je dat daar een Unieke Stringtechnologielijn gebouwd is in het klein. Anatoly Unieke gaf ook een interview aan in Emiraat TV. En daar heeft hij van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vertellen over de technologie en de resultaten van via snatransport. En in de stad Sharjah wordt een wereldwijde basis gecreëerd voor deze ontwikkeling en ook voor de promotie. Ze hebben ook problemen gehad met stationsonderhoud en kettingrailviaducten, maar die zijn allemaal opgelost. Ze hebben weer aanpassingen gedaan, vernieuwingen gedaan en inmiddels hebben ze daar de certificaten voor gekregen. Dus dat is wel heel mooi. Er worden niet alleen testbanen gebouwd, maar ook het innovatieve technologieplatform en alle bijzondere infrastructuur voor die platforms is allemaal nodig. Als je normaal een auto bouwt, hoef je de weg niet aan te leggen. Hier moet alles gemaakt worden. Het was er nog niet. Dus men moet ook de weg aanleggen, men moet de stations aanleggen, de binnenplaatsen. Alles moet perfect in orde zijn en wordt ook gekeurd en getest voor goedkeuring. Anders wordt er geen certificaat afgegeven. Dus er moet echt heel veel gemaakt worden. Hier zie je het controlecentrum, linksonder. Daar kunnen ze alles controleren. Ze zien ook in de wagons kunnen ze zien wat daar gebeurt. Ze kunnen ook met de mensen communiceren. Dit is in de productiehal. Dan zie je dat de productie echt wel aan de gang is. En links zie je de afgeleide weer, de wagon die hier ingepakt staat om naar het testpark te gaan om getest te worden. Dit is het certificaat voor warm klimaat. Dat hebben ze gekregen. Dat betrof dus wat ik zojuist ook zei. De controle van de spoorconstructie, het elektrische vervoer, de anker en tussensteunen en het reizigersstation. De anker en tussensteunen zijn belangrijk, want er zijn de eindstations waar de bekabeling stevig vastgemaakt moet worden. Ze zijn ervoor geslaagd. Je ziet de foto. Jeninski die houdt het formulier omhoog, wat hij gekregen heeft. Daarmee wordt voldaan, doordat ze dit nu gekregen hebben, aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En dat zal ook het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten over de hele wereld vereenvoudigen, want men hoeft nu niet meer zelf die controles te doen. Dat is gedaan. Unieke Stringtechnologie is nu geschikt om de wereldmarkt te betreden en de klanten deze hoge kwaliteit van vervoer aan te bieden. En inmiddels hebben ze al gesprekken met verschillende landen in de omgeving van Dubai. En er zijn Abu Dhabi, ook Dubai dan en Sharjah, maar ook de buurlanden Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Heel mooi om te zien. Unieke heeft ook meegedaan aan de aanbesteding van de RTA om te bouwen in de stad Dubai. En hij zei toen, we doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt YouSky de beste oplossing voor Dubai, maar het is aan hen om te beslissen. Inmiddels weten we dat de aanbesteding is gewonnen door Unieke. Geweldig voor ons om te horen. Heeft het gewonnen? Naast dat er ook nog concurrentie was uit China, de VS, Israël en Frankrijk. Sharjah bekijkt ook nog een voorgestelde lijn om de belangrijke stad te verbinden met de oostkust van Korfakkan. Dat is een havenplaats. En de sheikh die heeft heel veel interesse getoond. En YouSky heeft meerdere opties ingediend om de technologie in Korfakkan te ontwikkelen. Waaronder de Skytrack voor vrachtvervoer naar de haven van Korfakkan. En ook een stedelijk netwerk in de stad. Dan gaan we nu naar Dubai. En
Deze foto heb ik gekregen. Men gaat een traject aanleggen, berekenen, van Dubai boven in het vliegveld naar onderin het vliegveld. En allebei de vliegvelden worden verbonden met de haven. Hier gaan we verder niks over horen, heb ik begrepen. Men gaat alleen in Dubai het volgen, het traject. Maar dit blijkt pas bekendgemaakt te worden als het een heel eind af is. Hier zien we het informatiebord waar de stophaltes komen. En Oleg Saretsky, dat is een hele belangrijke man in de Emiraten. En die onderhoudt alle contacten met de verschillende landen die daar allemaal komen kijken. Wat zijn de voordelen? Dit zal niet meer gebeuren, wat je op de foto ziet. De belangrijke logistieke problemen zullen opgelost worden. Maar ook laad- en lostijden worden verkort. Men heeft minder grond nodig, want kijk maar rechtsonder op het plaatje, helemaal rechts. Een pilaar midden tussen twee snelwegen is al voldoende om dit traject te bouwen. Er hoeft dus geen grondwerving gedaan te worden, ook geen vergunning aangevraagd te worden daarvoor. Het zal meestal heel snel kunnen. En ook geen dure terminals hebben ze nodig. Jeninski's transport en infrastructuur wordt onderscheiden door zijn hoge efficiëntie, de schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid in het personen- en vrachtvervoer. Maar ook bestand is het tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. Het is betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen, van min 60 tot plus 60. Het is ook bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En wat de milieuvriendelijkheid betreft, de verhoogde route is heel goed voor de biodiversiteit in natuurgebieden. Want deze baan vernietigt geen vruchtbare grond en ook niet de vegetatie die erop groeit. En ook de trekroutes voor dieren worden niet geblokkeerd. En als dieren midden op de weg staan, zoals hier rechtsonder, dan is dat veilig. Als je dan kijkt wat de kosten zijn. In Europa bedragen de gemiddelde kosten voor de aanleg van een hoge snelheidsweg ongeveer 30 miljoen per kilometer. 30 miljoen, hè? En jaarlijks onderhoud kost $100.000 per kilometer. En dat komt elk jaar terug, elke kilometer die er ligt. Als je dan kijkt naar de Hyperloop, die is nog niet ergens in bedrijf, men is er niet klaar met bouwen, maar die gaat zeker 50 miljoen kosten. Maar iedereen weet dat dat meestal minimale prijzen zijn, want tijdens een bouw gaat de prijs altijd maar omhoog voordat het klaar is. Het is een conceptfase, dus dat kun je verwachten. Als je kijkt naar een kilometer metro, die kan zelfs oplopen tot 150 miljoen per kilometer. Als je dan kijkt naar hetzelfde deel, maar dan met het innovatieve transport van Jeninski's stringtechnologie, zal de gemiddelde prijs slechts 10 miljoen zijn. Want de gemiddelde prijs is tussen de 5 en 15 miljoen. En, of 1 en 15 miljoen. En gemiddeld zal het dan 10 miljoen zijn. Dus dat is heel mooi. Soms kan het goedkoper, soms zal het wat duurder zijn. Dat ligt ook een beetje aan de ondergrond, hoe men moet bouwen. Dus je ziet, Jeninski's stringtechnologie, die gaat de hele industrie fundamenteel veranderen. En wij zijn mede-eigenaar. Nou zijn er ook samenwerkingspartners, verschillende partners. Eentje heb ik er even tussen uitgelegd. Die is wel een beetje belangrijk voor onze Belgische buren. Iedereen in België kent het bedrijf Bekaert. En die heeft een contract getekend om alle bekabeling, de snaren, te leveren. En hier ligt de bekabeling, dat zie je, voor de 2,5 kilometer spoor in Sharia. Dat wordt nu gebruikt, dat wordt nu gebouwd daar. En deze bekabeling wordt nu gebruikt. Hier zie je ook dat het de grond, dan zie je de woestijngrond. Straks heb ik een plaatje en dan zie je de stenen grond, het volgende plaatje. En dat is in Belarus. Daar ligt ook de bekabeling, want daar zijn ze ook nieuwe trajecten aan het bouwen. En er moet ook bekabeld worden. En dat heeft Bekaert ook geleverd, want kijk maar op al die rollen. Daar zitten plaatjes op. En wat zie je daar? Naar de Jeninski stringtechnologie door firma Bekaert geleverd. En daar liggen ze. Geweldig mooi. Echt gerenommeerde bedrijven die leveren en dat wil zeggen dat het goed is. Hier zie je dat ze aan het bouwen zijn. De bekabeling wordt gelegd. En bij de pijl links daar zie je de kabelrollen liggen. Dus dat is wel heel mooi. En dit is de toegangsweg naar het park. Achter deze mannen, daar zie je tussen die handen door, zie je een auto rijden. Komt in rit uit. En dat is de toegangsweg naar het ecohuis. En hier zie je links de heer Anatoly Jeninski erbij staan. En nou vraagt men dikwijls, ja, maar hij is al zo oud. Hoe zit het met opvolging? Nou, rechts is zijn zoon, dus dan weet je het wel.
Wat is er ontwikkeld? Elk jaar hebben ze wel iets gedaan, ongeveer. In 2015 hebben ze de grond gekregen, zijn ze gaan bouwen. In 2016 hebben ze de eerste lijn gebouwd voor de Unitruck. Daarna, in 2017, zijn er nog de Unibus en de Unicar bijgekomen. In 2018 zijn de Arabieren erbij gekomen. Die hebben meteen een handtekening gezet voor een traject in de woestijn. En daar hebben ze een jaar later de eerste lijn gebouwd van 400 meter. En nog een jaar later is de U-Flash gebouwd, ongeveer. En nog een jaar later is de containervervoer is ontwikkeld tijdens de pandemie. Hebben ze niet stilgezeten, doorgewerkt. In 2022 is er verder ontwikkeld en gecertificeerd voor het lichte transport, voor de kleine container. En nu gaan ze zo meteen op de zware traject, als dat klaar is, die 2,5 kilometer baan, dan gaat de grote container getest worden. En de media heeft er ook aandacht aan besteed. En rechts die man, dat is een verslaggever. Die kwam het ter oren en die ging vragen dat hij mocht komen kijken, dat je mocht filmen en mocht allemaal. Hij heeft het online geplaatst en Fox News, CNN en ook andere nieuwssites, die zijn allemaal, nieuwszenders, die zijn allemaal begonnen om er stukjes van uit te zenden. En Construction Week, het blad, dus rechtsonder zie je dat blad van Construction Week, die heeft er ook een voorpagina aan gewijd, maar ook een hele binnenkant van zijn pagina. Zoveel pagina's. Normaal doen ze dat niet, maar zo geweldig zullen ze het hebben gevonden. Ze hebben het helemaal uitgeschreven. Heel mooi om te zien dat dus echt wel er heel veel bekendheid aan gegeven gaat worden en dat gerenommeerde bedrijven en bladen er goed over spreken. Dat is heel fijn voor ons. En de mediabron Construction Today schreef dan ook op basis van de manier waarop Janinski Stringtechnologie het passagierssegment implementeert, lijkt het erop dat het transport- en infrastructuurcomplex van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing kunnen zijn dan misschien het overschatte project van Vizing Hyperloop. En wat gebeurde? De media was heel enthousiast over het idee van Vizing Hyperloop en de publicatie van de eerste versie leidde dan ook tot veel discussie tussen wetenschappers, maar ook over dat ze twijfelden aan de duurzaamheid van dit project. En Vizing Hyperloop verzekerde destijds dat zijn vacuüm reizigerstreinen die konden versnellen tot boven de 1000 km per uur in praktijk gingen brengen. Maar wat schrijven ze nu? Janinski Stringtechnologie heeft Hyperloop verslagen. Het ingenieursbureau Janinski Stringtechnologie gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen, terwijl Vizing Hyperloop het idee van passagiersvervoer verlaat. En vorig jaar maakte Vizing Hyperloop zelf officieel bekend dat ze het idee van personenvervoer had losgelaten. En de Financial Times meldde dat ze volledig waren overgestapt naar het goederentransport. En blad World Construction Today die schreef dat het begrijpt dat de COVID-19-pandemie ook de activiteiten van het bedrijf van Janinski Stringtechnologie ernstig moeten hebben bemoeilijkt. In deze moeilijke omstandigheden die door de pandemie werden veroorzaakt, gaf Janinski Stringtechnologie zijn plannen niet op. Janinski Stringtechnologie heeft vorig jaar zelfs een certificaat van conformiteit met de veiligheidseisen ontvangen van de internationale organisatie TUV. En kort daarna konden ze ook de start aan van hun commerciële projecten. Toen mochten ze dus ook gaan verkopen. Als je dan kijkt, ze hebben ook de Unibus verbeterd. De ingenieurs hebben meer dan 6 maanden gewerkt aan de ontwikkeling van de U4220T2. Dat is een elektrisch voertuig met 48 zitplaatsen. Er waren wijzigingen aangebracht aan de passagiers- en tractiemodules. En ook belangrijke prestaties van parameters zijn verbeterd. Nadat de Unimobiel op de baanconstructie van het Ecotechnopark was geïnstalleerd, kon men alles in bedrijf gaan stellen. En ook gevolgd door testen, want men moet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat testen in een heel jaar door. En dan pas krijgen ze een certificaat dat ze het weten van alle weersomstandigheden. En deze werken zullen naar verwachting begin dit jaar worden uitgevoerd. Dus eind van dit jaar zullen we er meer over weten dat ze weer een certificaat hebben gekregen. En dan zitten we gewoon met alles goed, want dat zal ook waarschijnlijk voor de container zijn. Dan zijn er gesprekken en testritten met delegaties uit verschillende landen gedaan. Die hebben proefritten gemaakt. Ze waren heel enthousiast. Dat waren delegaties uit Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië
en het Koninkrijk Lesotho en andere landen. Maar ook delegaties die zijn al in gesprek met Chinese stringtechnologie. En dat zijn delegaties uit Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Brazilië, Frankrijk, Rwanda, Zweden, Mexico en Ecuador. Ze hebben opties voor de aanleg van Skytrax en samenwerkingsverbanden zijn met al deze landen, de laatste landen, al besproken. Dit is te zien in het Ecohuis, daar ben ik ook geweest. Maar wat zie je hier? Je ziet hier niet één Uniflash, maar twee aan elkaar. En daar hebben ze ook al een tijd terug een certificaat voor gekregen. Maar achterin zie je woontoren. En bovenin zie je de doorhangende spoorstructuur. Daar zie je ook een wagon bij de bovenste pijl. En de onderste pijl geeft de woontoren aan. En dan zie je hier de rail, de harde constructierail, waar ze hoogstwaarschijnlijk dus met een dubbele vervoer overheen gaan. We hebben alleen het enkele nog maar gezien, maar hier zie je dus het dubbele. En ze hebben patent gekregen hierop. En de patent hebben ze al gekregen op 8 mei 2020. Ze wisten er niks van, sinds kort bekendgemaakt. Er zijn veel delegaties wezen kijken en daar heb ik een aantal foto's van. Hier zie je een delegatie uit Zwitserland. Ook uit India zijn er vertegenwoordigers geweest. Die hebben kennis gemaakt ook met de tropische Unicar, want die daar in het land is het warm. En die kunnen aangepast worden voor stads- en intercity reizen. En het is voor droog klimaat met een maximale bedrijfstemperatuur tot plus 55 graden. En daar zijn ze heel erg geïnteresseerd in. Hier nog een paar foto's van mensen uit India. Maar de vorige foto, vergeet ik te zeggen, daar zie je ook dat Anatoly Janinsky op de foto staat. Die is mensen uitleg aan het geven. En als we Anatoly Janinsky ergens op een foto zien staan, dan ga er maar vanuit, dan is het heel belangrijk. Want er zijn nu zoveel aanvragen, er worden zoveel gesprekken gedaan. Hij is niet overal meer bij. Maar op het moment dat het belangrijk wordt, dan is hij er. En hier is hij. Ook een prinses uit de Filipijnen, Anna Sek, is hier in de controleruimte aan het kijken. Die heeft ook een reisje meegemaakt. Meestal komen er eerst hoogwaardigheidsbekleders en daarna komen burgemeesters en werkbedrijven, bouwbedrijven. Hier afgevaren uit Paraguay. Hier uit Brazilië. Maar hier zie je, burgemeesters en ondernemers zijn dit al uit Brazilië. Die krijgen rondleiding. Nou, in een land, als er gebouwd gaat worden, zullen burgemeesters moeten goedkeuring moeten geven of door hun stad heen mag. En die komen dus kijken wat het is. En ondernemers komen kijken omdat er gebouwd moet worden. Die moeten weten wat er gebouwd moet worden. Want mensen hebben geen idee. En Vietnam is al wat verder. Want rechts zie je het plaatje. Daar zit Vladimir Maslov. En die is daar samen met de Vietnamezen heeft die ViewTransnet opgericht. En dat is speciaal voor alle bouwwerken in Vietnam. František Solár en Vladimir Maslov zijn al verschillende keren in Vietnam geweest om alles te bespreken en vooral ook juridische kwesties en toekomstige werkzaamheden voor te bereiden. Korea is geweest en je ziet op het linkerplaatje dat ze een plattegrond bij hebben waar ze een traject willen. Zover zijn mensen al. En hier in Kirzingen is Sarapat Mazatitova, die is er, en zij heeft twee grote transportbedrijven. Dat is algemeen directeur van. En zij is hier bij Janinsky. Heeft speciale rondleiding gekregen alleen door Janinsky. Heel mooi. En hier een delegatie uit Rwanda. De ambassadeur uit Rwanda. Die is hier. En rechts zie je hem ook in het Ecohuis. En als je goed kijkt, dan zie je die snaarconstructie. Maar kijk eens, de bovenrail en de onderrail. En ertussenin is een buis. Daar kan ik meer over vertellen, maar dat ga ik doen als mens als ik een keer bij een presentatie ben. Laat ik nu even los. Openbaar vervoerprojecten voor Rwanda zijn deze cabine. Die hebben ze als voorbeeld genomen, maar er is een groter model is er gebouwd, wat we straks al hebben gezien. En ook de andere cabine, dit zijn de modellen waar ze van uit zijn gegaan om als belangrijkste module te gebruiken en van daaruit iets te bouwen wat niet zo luxe is, niet zo duur, dat ze ook een goedkoper traject kunnen bouwen. En dit is hij. Je ziet het model. En als je dan kijkt, het lijkt heel eenvoudig even een modelletje maken, maar er zijn meer dan 50 ontwerpbureaus mee bezig geweest.
Want elk onderdeel, alles moet gemaakt worden, getest worden, goedgekeurd worden. Daar komt veel meer bij kijken als wij weten. En dan heb je alleen nog maar het model. En die moet ook nog gaan rijden. Er moet ook nog een lijn gebouwd worden. Er wordt heel veel gebouwd en het gaat best wel snel. We denken wel dat het lang duurt. Maar als je ziet wat er allemaal gebouwd moet worden, dan gaat het allemaal best snel wat ze ontwikkelen. Dit is de koning van Lesotho die is geweest. Het was de toeval wilde dat wij in het ecopark waren om daar te komen kijken en een ritje te mogen maken. Toen we even moesten wachten, want de koning kwam eraan en die ging even voor. Een hele delegatie van beveiligers erbij, die mochten niet meerijden. Alleen de koning en koningin met de ambassadeur. En die gingen voor. En wij wisten het toen niet. Maar later, weken later, kwam pas het nieuws naar buiten. En toen herkenden wij deze mensen op de film. Links zie je ook weer dat ze in het testcentrum aan het kijken zijn, de koning. Dat ze ook alles kunnen zien, dat alles gevolgd kan worden. Dus dat is heel mooi. En dit is Lesotho, dat ligt in Zuid-Afrika. En dan weet je waarom het zo belangrijk is. Want zij hebben geen toegang tot een haven. En nou willen ze vanuit Lesotho naar de haven bij Durban, willen ze een traject aanleggen. Zodat ze ook een toegang hebben tot een haven, zodat ze aan zee kunnen, via de zee alles kunnen gaan vervoeren. En ze gaan dus proberen om hun landbouwsector zo te ondersteunen dat ook de levenskwaliteit in het land verbeterd wordt als ze hun producten makkelijker kunnen vervoeren. Nou is er ook gedacht aan het systeem in de cabines. Want het microklimaatsysteem is nodig om frisse lucht binnen te krijgen. En het werkt zelfs bij temperaturen van meer dan 50 graden. Er is een unieke ontwikkeling van de luchtuitwisseling. In de cabine wordt continu gevoed met frisse lucht. En de uitgeademde lucht die wordt natuurlijk weer verwijderd. Dit systeem is met succes getest in temperaturen voor plus 55 graden. Maar ook kan de temperatuur in de cabine op ongeveer 18 tot 23 graden Celsius blijven. En dat is wel heel mooi. Of dat nou een koud of warm klimaat is, je zit behagelijk in de cabine. Nu het nieuwe. Welke projecten zijn nu officieel bekendgemaakt? De RTA die heeft bekendgemaakt op de Innotrans in Berlijn. Want het land zelf gaat het als eerste bekendmaken. Er worden steeds geheimhoudingsondertekeningen gemaakt. En daarin mag het land het als eerste naar buiten brengen en niet Anatoly Yunitskiy. En dat is vervelend voor ons, want wij mogen het niet bekendmaken. We mogen alleen maar zeggen, er zijn landen komen kijken. Afgevaardigden uit landen. Maar als het land het zelf bekend maakt, dan mogen wij het ook vertellen. En hier hebben ze, op de Innotrans in Berlijn, hebben ze bekendgemaakt dat ze een route van 15 kilometer gingen bouwen in Dubai. En dat maakten ze bekend door een cabine daar neer te zetten op de Innotrans. Dat is wel heel mooi. Dus de rest van de projecten kunnen we niet onthullen. Dat is vanwege afspraken met de partners, ook vanwege veiligheidsoverwegingen. En natuurlijk is oneerlijke concurrentie ligt altijd op de loer. Is voor ons misschien heel vervelend dat we even nog niet weten wat er komt. Maar door wat ik nu allemaal al verteld heb, zien we gewoon dat het er komt. En dat is belangrijk. Dit was het plaatje van de Emiraten. En dan heb ik even de teksten vertaald. En dan zie je dat ze 8400 passagiers per uur kunnen vervoeren. En een totale lengte van 15 kilometer met 21 stations. Het verbindt de meeste vitale gebieden in Dubai. En ze gaan een moderne ontworpen pots gaan ze maken. Ze vinden het een futuristisch vervoermiddel. En het is ook uniek. Maar als je dan naar de wagon zelf kijkt en het logo, de achteroverhangende U. Want dat is van Yunitskiy, maar ook het eerste model was een beetje achteroverhangend. Dus dat heeft allemaal een beetje met elkaar te maken. Hier zie je ook de stations die getekend zijn die ze gaan maken. En dan zie je de twee onderste, dat is wel heel mooi. Bovenop het platte dak zie je een landingsplek voor helikopters. Ook Nigeria heeft al een traject bekendgemaakt. En dat is van Tinkan Island, onderin bij de pijl, naar Laos. Dat is een traject van 20 kilometer en dat gaat 280 miljoen kosten. Dus ze zeggen ook, kost wel veel, maar het zal de vervuiling drastisch verminderen voor de zware vrachtwagens. En het eiland wordt ook weer verbonden met het vasteland op deze manier. Indonesië, Jakarta, die gaat ook bouwen.
Want de huidige hoofdstad Jakarta op het eiland Java wordt vervangen door een nieuwe op het eiland Borneo. Men gaat de hoofdstad verplaatsen. Dit is al bekend vanaf 2019. En volgens president Joko Widodo is de megametropool in Jakarta met zijn 11 miljoen inwoners niet meer geschikt. Stadsdelen aan de kust staan regelmatig onder water. Zij liggen onder zeeniveau. En nou willen ze in een van de districten van Jakarta een verhoogde baan aanleggen met een lengte van ongeveer 8 kilometer. Dan is het niet erg, dan staat het af en toe onder water. Dan is de reistijd die je normaal met de auto doet van 25 minuten en met de bus van 50 minuten verkort naar 3 minuten. Dus dat is ook voor de mensen die daar wel blijven wonen natuurlijk fijn. Indonesië gaat dus ook zijn hoofdstad verzetten. Die gaat naar Nusantara, naar Jakarta. En nu hebben ze het volgende ontwikkelingsvoorstel gedaan. Want ze willen een verbinding van de nieuwe hoofdstad maken met het eiland Java met een drijvend onderwatertransporttunnelsysteem. Het zal natuurlijk wel een tijdje duren voordat we daar meer van horen. Het is wel al mooi dat er hier iets over gezegd is. Maar verder zullen we er voorlopig waarschijnlijk niks van horen. Het moet natuurlijk ook nog berekend worden. Houd daar ook rekening mee. En dat kost ook 1,5 jaar. Ook El Salvador bespreekt de snartransport. Hoe het ingevoerd moet worden. Ze gaan ook actief samenwerken met strategische projecten. En ze maken ambitieuze plannen bekend. En de specialisten werken al samen met mensen uit El Salvador in de eerste fase van het project. En hebben ze met succes afgerond. Ze hebben routeopties uitgewerkt, evenals configuratie en co-localisatie van stedelijke justringcomplexen. Dus ze zijn al een stap verder. Ik had het al gehoord van mensen uit El Salvador. Maar ja, nu is het dus ook officieel bekendgemaakt. En de regering van Sonsonata, het stadsbestuur van Sonsonata, die heeft interesse in de efficiënte en vlotte integratie in een al ontwikkelde omgeving met een groot aantal bezienswaardigheden. En Sonsonata ligt in El Salvador, daarbij de pijlerplaatje. En ze willen de passagiersterminals combineren. En de stations kunnen ook gebruikt worden voor commercieel vastgoed. Kunnen mensen hier wonen en van daaruit reizen. Ze zeggen ook dat het een heel positieve effect gaat hebben op de gehele economie van de stad. En het verkort ook de terugverdientijd van de complexen. En nu is er een congres, eind van deze maand, 23 tot 27 januari, in Spanje. En daar hebben ze een project dat de Peace City World heet. En daar gaan ze sleutelklaar appartementen opleveren. En ze hebben een masterplan, een ontwerp, constructie en exploitatie. En die zijn in handen van de PCW. Maar ook Chinese stringtechnologie wordt aangeboden als vervoeroplossing voor de slimme stad. Dus dat is wel heel mooi. En links zie je het plaatje wat zij erbij stuurden. Het is allemaal heel klein wat er staat, maar het is gewoon leuk om al te weten dat daar in Spanje een congres gehouden gaat worden. En dat Chinitsky er een heel belangrijke rol in speelt. Daar gaan we wel meer van horen hierna. En dit is de Unilight. Dat is een opstelling waar ze de eerste commerciële traject mee gaan doen. Ik heb deze foto gekregen, ik had niet meer tijd om er meer van te vertellen, maar er straks liet ik al zien waar het eerste commerciële traject komt in Belarus. En daar heeft het iets mee te maken, maar dat horen jullie volgende keer. Dus dan kunnen jullie volgende keer weer komen luisteren. Er is ook nog iets nieuws bekendgemaakt, want de Verenigde Arabische Emiraten-tak die heeft de voltooiing aangekondigd van de eerste fase van certificeringswerkzaamheden. En de certificering heeft een conformaliteitscertificaat afgegeven volgens de internationale normen van de AWS en de BSEN. Ze hebben een reeks werkzaamheden uitgevoerd voor certificering van staalconstructies en van tussenliggende ondersteuningen. Dit is de eerste stap op weg naar certificatie van het volledige stringtransport en infrastructuurcomplex op testbaan 4. En testbaan 4 is die vierkante pilaren die ik daarnet liet zien. Dus ze hebben al de eerste certificaten hebben ze daarvan al binnen. Er moeten nog meer werkzaamheden gedaan worden en dan krijgen ze ook weer veiligheidscertificaten ervan. Als alles afgerond is, dan verkrijgen ze officiële toestemming van de sharia-autoriteiten om de pilotoperaties te vergemakkelijken en om te kunnen gaan bouwen aan dat stukje transport. Men kan nu al bouwen aan de passagierstransport, maar de andere zwaardere transport,
daar wordt dus nu nog de certificering voor gedaan. Dus we gaan de komende tijd hopelijk meer certificeringen zien. Alleen maar goed. Maar nou zeggen heel veel mensen, ja, maar hoe zit het financieel? Want het gaat toch niet zo goed daar bij Rusland, bij de Belarus. Nou, de financiële gevolgen die vallen heel veel mee. Want Skyward Community heeft nergens in die landen zijn geld staan. Ze hebben hun geld staan op Cyprus, op Vanuatu en op de Cayman-eilanden. Dus het geeft geen beperkingen op Skyward Community met financiering. En Skyward Community diversifieert al het financiële werk in ons persoonlijk account. Er zijn ook verschillende betaalmogelijkheden in een geval van onvoorziene situaties. Daar hebben ze altijd rekening mee gehouden. En dan zijn er altijd weer oplossingen waar we mee kunnen gaan werken. Mocht er even een internet uitvallen. Maar het is banken, daar is het totaal geen probleem voor. Het geld gaat makkelijk naar het platform. Hier heb ik nou een keer de plattegrond van de wereld. En dan zie je dat het mooi verdeeld is over de wereld. En de regering van de Verenigde Arabische Emiraten, dat is de sheik, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hij is vicepresident, premier van de Verenigde Arabische Emiraten en heerser van Dubai. En hij heeft gebruik van crowdfunding in de publieke en private sector goedgekeurd om nieuwe projecten mee te financieren. Dat is heel, heel erg belangrijk. Hij merkte op dat crowdfunding een van de beste manieren is om financiering te krijgen voor innovatieve zakelijke ideeën. Want jonge innovators en ondernemers die kunnen daar geholpen mee worden. Ze hebben het over het werven van fondsen voor de uitvoering van eventuele projecten en ideeën op speciale platforms. Veiligheid is heel belangrijk. En hier zie je dat het transport van Unieke Stringtechnologie veilig is. Maar innovatief is het. Het is economisch eenvoudig te integreren en het is milieuvriendelijk, want de uitstoot is er niet. Het vervoermiddel zelf wekt de eigen stroom al gedeeltelijk op en er wordt geen fossiele grondstoffen gebruikt. En er zit ook geen chauffeur in die wagons, vergeet ik erbij te zeggen, maar die zit er niet in. En hier zie je een groen en een rood vlakje. En de persoon in het rode vlakje, die loopt binnen een rode lijn. De persoon in de groene is er buiten, maar in de persoon in het rode vlakje, die binnen de rode lijn is, dat wordt geregistreerd door de wagon. En dan stopt de wagon. Dan moet die persoon weer, als die achteruit gaat, kan hij weer rijden. Maar blijft de persoon ervoor lopen, volgt hij hem, loopt de persoon naar de wagon toe, gaat zelfs de wagon terug. Het is zo beveiligd dat er eigenlijk geen ongelukken mee kunnen gebeuren, dat er mensen omvergereden kunnen worden. Waarom investeren mensen in U-Sky om dit te financieren? Nou, ten eerste wat ik net al zei, het stoot geen schadelijke stoffen in de atmosfeer. Voor de aanleg van een kilometer van deze snarroute is minder dan 100 vierkante meter land nodig. Dat is de oppervlakte van een bospaadje. En de aanleg van snaarbanen zal het natuurlijke landschap niet veranderen. En het zal de bossen die zuurstof produceren niet vernietigen, want men kan boven de boomtoppen bouwen. De meest veelbelovende gebieden zijn natuurlijk in het Midden-Oosten en Azië, want daar is sprake van natuurlijke bevolkingsgroei, ook in India en Pakistan. Als je dan kijkt dat we nu in fase 14-3 zitten en dat we over een heel aantal maanden waarschijnlijk naar fase 15 gaan, maar ik heb begrepen dat ze voor het eind van het jaar fase 15 verwachten te kunnen sluiten. Verwachten. Er moeten natuurlijk geen gekke dingen gebeuren, maar als het gewoon loopt zoals het nu loopt, dan verwachten ze fase 15 te sluiten voor het einde van het jaar. Dus dat is wel heel belangrijk om te weten, mocht er nog iemand een extra investering willen doen. Als je iets meer wilt weten, dan kun je naar deze websites gaan kijken. En de onderste, de ust.inc, is de laatste nieuwe. En dat is de verbeterde van de link erboven, uninsky.com. Nieuws. Dat is natuurlijk ook nog een onderdeel van. En er staat ongeveer hetzelfde in. Maar ze gaan steeds meer uitbreiden om steeds meer op die websites te plaatsen. Dat we gewoon daar alles kunnen lezen, alles kunnen bekijken en alles kunnen volgen. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus wil je iets kijken, wil je ergens naartoe, dan is het gewoon heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Maar ook in je eigen account kun je kijken.
onder het kopje nieuws. Daar wordt ook altijd alles geplaatst. Maar heb je daar geen zin in, dan luister je naar ons. Wij vertellen natuurlijk ook alles wat daar komt. En dat is het officiële nieuws. Alle andere geruchten die je hoort, ga er niet zozeer op in, want het kan niet waar zijn of het kan nog niet naar buiten gebracht mogen worden. Want dan krijgt je Anatolie Nitschke daar een boete voor. Dus wij moeten ook opletten met wat wij vertellen. Zijn er nog vragen? Bel me, bel Earl. Wij met tweeën zijn de contactpersonen die alle communicatie verzorgen voor Nederland. En we gaan de komende tijd verschillende dingen, nieuwe dingen gaan vertellen. We gaan ook een heel nieuw platform krijgen. Het zal in de loop van het jaar steeds meer uitgebreid worden voor ons. Maar het kan niet allemaal tegelijk. Maar er gaan nu heel snel veranderingen komen. Maar kom je ergens niet uit of zit je ergens mee of heb je toch een vraag? We zijn bereikbaar, maar het is vooral belangrijk. Kom hier luisteren. Wij zetten daar het laatste nieuws. En heb je nieuwe mensen, ga ze hier naar laten luisteren. Het is heel belangrijk. Dit is gewoon zo uniek, zo mooi. Het gaat onze toekomst echt veranderen. En je kunt door mensen dit aan te bieden ook hun toekomst veranderen. Zeggen ze nee, geen probleem. Er zijn genoeg mensen die het wel willen. Dan wil ik je verder bedanken voor jullie aandacht. En ik ben mooi binnen de tijd gebleven. Want om 9:00 dan zal het wel stoppen. Dan kan ik niet meer verder. Maar ik ben mooi binnen de tijd. Dankjewel allemaal voor het luisteren. En ik zou zeggen tot volgende week. Want dan gaat Earl zijn uitleg geven. Die zal waarschijnlijk weer de nieuwe dingen die ik nog geen tijd voor had gehad om er vandaag bij te zetten. Volgende week vertellen. Dus belangrijk. Kom luisteren. Kom kijken. En wie weet wat je dan weer hoort. Dankjewel en tot de volgende keer.